De komst van nieuwe technologie zorgt ervoor dat we over steeds meer ethische vraagstukken goed na zullen moeten denken. Hoe gaan we als overheid een rol pakken in het leven van mensen? De Chinese overheid bijvoorbeeld, die gaat steeds meer gedragingen van mensen vastleggen. Bijvoorbeeld hoe vaak je door een rood stoplicht loopt. Wat ik interessant vind is de vraag te stellen hoe de Nederlandse overheid de digitale grondrechten van mensen gaat vastleggen. Welke ethische waarden vinden we daarbij belangrijk en hoe gaan we dat in de toekomst vormgeven? In dit inzicht ga ik kijken naar digitale grondrechten en hoe wij onze ethische waarden verankeren in deze grondrechten. Ik ben hier in Amsterdam. De stad Amsterdam houdt zich bezig met de vraag hoe we nieuwe technologie op een ethisch verantwoorde manier kunnen inzetten. Ze doen dat onder andere door een coalitie te sluiten met verschillende andere steden. De Cities Coalition for Digital Rights. Ik ga zo dadelijk in gesprek met de wethouder van Amsterdam en die zich bezighoudt met de digitale stad en onder andere digitale grondrechten en digitale inclusie voor Amsterdammers. Hoi, Turia. Hoi. Leuk dat we hier mogen zijn bij de gemeente Amsterdam. Jullie zijn mede-initiatiefnemer van de Cities Coalition on Digital Rights. Wat is dat precies? Het is een coalitie, een samenwerking met New York en Barcelona, waarbij we aan de hand van een aantal regels, principes, samen willen nadenken of we vooral aan de slag willen gaan hoe we die digitale mensenrechten willen beschermen. Dus het gaat onder andere over transparantie, maar ook bescherming van privacy, van gegevens van mensen. Waarom zijn deze digitale rechten nou juist nu zo belangrijk? Eigenlijk zijn we best wel laat begonnen, want slimme mensen zoals Marleen Sticker heeft 25 jaar geleden bedacht dat digitale stad wel het ding zou zijn voor de toekomst. En we hebben het een beetje laten liggen, omdat we eigenlijk ook niet echt in de gaten hadden, hè, dat het zo'n enorme groei zou doormaken, zo'n heel kort tijdbestek. Dat zien wij nu wel. En we moeten als het ware als de tierenlier aan de slag om dit goed te organiseren. Want we willen heel graag vooruit als steden. We houden van innovatie, we houden van groei. We willen dat al die data die er is, die kan ervoor zorgen dat je schonere, betere, democratische steden kan krijgen. Maar wat we niet hebben georganiseerd is het vervolgens wettelijk vast te leggen aan de hand van een aantal richtlijnen. En dat kunnen we doen samen met andere steden. Steden stellen dus samen een coalition op van digital rights. Hoe ga ik nou als Amsterdammer of Nederlander daar echt iets van merken in mijn leven? Nou, je ziet eigenlijk met de invoering van de AVG is iedereen zich wel al bewuster geworden. Dus een wet, hoe gaan we ons als bedrijf om met gegevens van anderen? Dat is een start. Wij hebben wel als gemeente bijvoorbeeld nu eigenlijk stedelijk kader waarin wij vastleggen hoe wij omgaan met gegevens. Maar principes inderdaad, bijvoorbeeld, principes, dan zeg je, ja, wat is dat? Dat is geen grondwet. Maar principes kunnen ook onuitgesproken regels zijn hoe we daarmee omgaan. Maar het begint natuurlijk bij iets dat we eerst gaan samenwerken, met andere steden in gesprek gaan, op nationaal en dan op internationaal niveau. Door dat soort coalitie samen te komen er uiteindelijk nieuwe dingen uit voort. Kan ik dit nou ook zien als een soort oproep aan andere steden om hier ook aan mee te doen? Zeker. Ik heb begrepen dat er al meer dan 3, dus niet alleen New York, wij en Barcelona zich hebben aangesloten. Dus ik zou zeggen, iedereen is welkom. Oké, dankjewel. Heel erg bedankt dat we hier mochten zijn en heel veel succes. Wat zijn precies de neveneffecten van nieuwe technologie? En waarom zou het een goed idee kunnen zijn om zo'n initiatief dat de gemeente Amsterdam neemt, om dat breder op te pakken? Ik ga zo dadelijk in gesprek met Hans de Zwart. Hij is de directeur van Bits of Freedom en ze houden zich bezig met dataveiligheid en online privacy. Met hem ga ik in gesprek over waarom wij het direct zouden moeten hebben over nieuwe digitale grondrechten. Hey Wouter. Hey Hans. Leuk dat je er bent. Welkom. Hans, leuk dat we bij Bits of Freedom mogen zijn. Waarom zijn digitale grondrechten zo belangrijk voor jou? Nou ja, de grondrechten zijn sowieso belangrijk. Daar denk ik zijn we het allemaal over eens. We hebben een verdrag van mensenrechten. Daar houden we ons netjes aan in Europa voor zover mogelijk. Maar wat je ziet is dat de maatschappij keihard aan het digitaliseren is. Dus we worden steeds afhankelijker van digitale technologie. Die komt steeds dichterbij in ons leven. In onze relatie met de overheid is heel vaak digitaal. Heel veel van onze relatie met het bedrijfsleven is digitaal. We kopen heel veel digitaal. En daar merk je dat die grondrechten die komen op een soort andere manier onder druk te staan dan in de fysieke wereld. En we moeten dus over nadenken hoe geven we die vorm in een digitaliserende wereld. Wat zijn voorbeelden van digitale grondrechten die voor jou heel belangrijk zijn? Nou, hier bij Bits of Freedom maken we ons hard voor 2 grondrechten specifiek. Dat is privacy en het vrijheid van communicatie. Waarom is er een urgentie rondom digitale grondrechten? Waarom is het voor jou heel belangrijk om nu rond dit onderwerp heel hard op de trom te slaan? Nou, privacy en vrijheid van communicatie zijn wat Bits of Freedom betreft 2 grondrechten die essentieel zijn voor onze democratie. Op het moment dat je geen privacy meer hebt, heb je in feite ook geen vrijheid meer en geen autonomie meer. Kun je niet zelfstandig nadenken over beslissingen.
ben je niet vrij in je keuzes en geef je eigenlijk je eigen leven niet vorm. En het is dus heel belangrijk dat we weerstand bieden tegen de steeds grotere datahonger van veel bedrijven en organisaties. Omdat met die datahonger komen negatieve effecten. Wat zou je advies zijn voor de overheid, voor de manier waarop ze met digitale grondrechten bezig zijn? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen in de politiek en de overheid beseft dat technologie nooit neutraal is. Dus technologie heeft altijd politieke consequenties, heeft altijd maatschappelijke consequenties. En we moeten dus veel bewuster omgaan met de keuzes die we daarmee maken. En keuzes maken die voor de lange termijn werken en niet op de korte termijn een oplossing doen. Je zegt dat er meer aandacht moet komen voor de maatschappelijke waarden rondom digitalisering. Hoe kan je dat het beste vormgeven? Ik denk dat het heel belangrijk is om echt meer aandacht te besteden aan nadenken over de maatschappelijke consequenties van technologie. Onderzoeken. Dus je moet dingen uitproberen. Je moet dan heel kritisch kijken wat er gebeurt. En ik denk ook dat het heel erg belangrijk is om als overheid te investeren in de verbeelding. Omdat we heel vaak merken dat juist kunstenaars de mensen zijn die aan kunnen zien komen wat er gaat gebeuren. En ons kunnen uitdagen om daar op een bredere en diepere manier over na te denken. Dankjewel, Hans, dat we hier mochten zijn bij Bits of Freedom op bezoek. Digitale grondrechten vormgeven kan door na te denken over ethisch verantwoord innoveren. Jeroen van den Hoven is hoogleraar Ethics and Technology aan de TU in Delft. Met hem ga ik in gesprek over wat dat precies is, ethisch verantwoord innoveren. Hij heeft een model ontwikkeld waarin hij stelt dat Nederland hier heel veel kansen mee kan pakken en dat Europa een voorbeeld kan zijn voor de rest van de wereld. Hey, welkom. Hoi. Leuk je te zijn. Ja, hartstikke mooi. Jeroen, dankjewel dat we hier mogen zijn bij de TU in Delft, bij de RoboHouse. Wat is precies ethical innovation? Het basisidee is dat je je ethische waarden gebruikt om de technologie vorm te geven. Dus wat we zien is dat we die set, die verzameling van functionele eisen gaan verrijken met de waarden. Zoals privacy, zoals transparantie en accountability. Duurzaamheid en veiligheid. Die gaan we als het ware onderdeel maken van die initiële set van waarden waarvoor je moet gaan ontwerpen en waar uiteindelijk de dienst en het product daar moet gaan voldoen. Als we het hebben over ethisch verantwoord innoveren, waarom zou dan Nederland precies een geschikte plek zijn om dat een zet te gaan geven? Nou ja, wij doen dit eigenlijk al lang. We hebben dat ook technisch gezien en ook in ons onderwijs, in ons onderzoek, al decennia lang gedaan. Dus we staan heel goed voorgesorteerd. Nu iedereen in de wereld eigenlijk denkt van, hé, maar wacht eens even. Daar zouden we ook naar moeten kijken. Want als je het te laat doet in het proces, dan zijn de ongelukken al gebeurd. En dan ga je proberen de put te dempen als het kalf al verdronken is. Ik merk dat u vrij optimistisch bent. De meer pessimistische mensen rondom ethische waarden die kijken naar de Verenigde Staten of naar Chinese modellen. Wat maakt u zo hoopvol? Natuurlijk is het zo dat je waarschijnlijk sneller die AI of die machine learning aan de praat zal krijgen. Of in een engere zin resultaten zal krijgen als je zoveel mogelijk data kan gebruiken. Maar de vraag is even, gaat het daar uiteindelijk om? De truc is natuurlijk om te zeggen, nee, maar wacht even, we willen het probleem oplossen. Dus een bepaalde functionaliteit, een bepaalde innovatie bereiken. Maar dan tegelijkertijd ook duurzaam, veilig, transparant, accountable, privacy respecting. Dat is de echte innovatie. Dat is echt moeilijk. Dus als het echt moeilijk wordt, zou ik zeggen, dan liggen daar de echte uitdagingen. Als u dan kijkt naar de publieke sector, wat zou u dan nog wel eens een zet mee willen geven of een advies willen geven aan de overheid? Dat is denk ik goed geformuleerd. Ik denk dat het terecht is dat zo iemand als collega Mazzucato uit de UK, als het gaat over innovatiebeleid, benadrukt dat de overheid heel vaak, de terugtredende overheid in de afgelopen decennia, iets meer naar voren zou moeten stappen en een launching customer van veel van deze innovaties zou kunnen en moeten zijn. We hebben in het verleden iets te naïef aangenomen dat die digitale transformaties en die ontwikkeling van de digitalisering automatisch wel zou leiden tot een goede informatiesamenleving. En dat is niet het geval. Er is niets mis met geld verdienen, business opzetten en banen creëren voor mensen. Maar wij doen dat in Nederland en in Europa met inachtneming van die fundamentele waarden. Na mijn bezoek aan de gemeente Amsterdam, aan Bits of Freedom en aan de TU Delft ben ik erachter dat we rondom digitale grondrechten nog flink wat werk te verzetten hebben. Als je het hebt over ethisch verantwoord innoveren en je het hebt over grondwaarden zoals
digitale veiligheid, dataveiligheid, transparantie en autonomie, zijn er echt zaken die we goed moeten bespreken en waar we een goede discussie over moeten voeren zonder dat we de zaken echt uit het oog verliezen. Ik denk dat het belangrijk is en dat het twee kanten op kan gaan. We kunnen als Nederland ons realiseren over een jaar of vijf dat we nu helemaal de verkeerde kant op zijn gegaan. Of we kunnen ons realiseren over een jaar of vijf dat we de juiste ethische vraagstukken op het juiste moment op de agenda hebben gezet. Ik denk dat als we het laatste doen, dat we ethisch verantwoord innoveren op de agenda zetten, dat we als Europa en misschien als Nederland een kans hebben om een inspiratiebron te zijn voor de rest van de wereld.